Welkom bij deze nieuwe video van De Greef in Graven. Mijn naam is Gerard en ik ga je vandaag vertellen over de Tule-larvels. Tule is een welbekend fenomeen op de caravanhandel. Larvels in aluminiumvorm of in een zakcassette. In onze caravans en campers plaatsen wij meestal de aluminiumuitvoering. In de caravan hierachter is een 9200 gemonteerd in een elektrische uitvoering. De 9200 heeft een uitval van 3 meter. U kunt ook de kleinere variant pakken, dat is de 6300 en die heeft een uitval van 2,50 meter. Wat u nu ziet is een wandluifel. Een wandluifel wordt gemonteerd op een camper of ook op een caravan. Het voordeel van een wandluifel is dat die eigenlijk wat eenvoudiger is qua montage voor in de werkplaats. En kan eigenlijk altijd wel gemonteerd worden. Een dakluifel daarentegen, die heeft een ander bevestigingssysteem. En moet ook gewoon op de caravan of camper passen. Wij kiezen er bij ons merk, Kabe, er altijd voor om een heel wat andere montage te doen als dat er bij de meeste bedrijven wordt gedaan. Wij kiezen voor een enkele module die op de wand geplaatst wordt en met dat de cassetteluif op vastgeschroefd wordt. Al dan niet voorzien van een mooie ledverlichting die bedienbaar is vanuit de binnenkant van de caravan. Alle elektrisch aangedreven Tule-larvels, of dat die nu 12 volt is of 220 volt wordt aangedreven, bedient u met de afstandsbediening. Een korte druk op de toets is voldoende om de actie te activeren. Toetsen moet u niet te lang ingedrukt houden. Dus één druk is voldoende om de actie te laten uitvoeren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mochten er vragen zijn, bel even, mail even. U bent anders altijd van harte welkom in de koffiestaat voor u klaar in Graven.